In Scheltemaal werd zaterdagmiddag afscheid genomen van Ferry Rigaud. De bekende Leidenaar is half januari plotseling overleden. We hebben begrepen dat veel mensen zich afvragen wat er vorige week zaterdag is gebeurd. Toen de dagen daarna het nieuws van Ferry's overlijden bekend werd. Ik zal er kort iets over vertellen. Vorige week begonnen vrienden en buurtgenoten Ferry te missen. Mensen hadden een afspraak bij hem thuis, maar hij deed niet open. Hij nam zijn telefoon niet op en mensen zagen dat hij zijn appjes niet las. Zeer ongebruikelijk voor Ferry. De ongerustheid groeide en uiteindelijk is zaterdagochtend de politie gewaarschuwd. Met een sleutel van de buren is de politie naar binnen gegaan en hebben Ferry in zijn woonkamer aangetroffen. Hij was aan het werk achter zijn laptop aan zijn bureau en van zijn stoel gevallen. De schouwarts heeft geconstateerd dat Ferry is overleden aan een acute maagbloeding. Ze vertelde dat een dergelijk overlijden heel snel gaat en hij nauwelijks geleden zal hebben. De stad heeft haar glans ingeboet, want Ferry is er niet meer. Ferry. Bijzonder mens en lieve duizendpoot. We houden van je. En hier moet ik even op oefenen. Selamat Jalan. Goede reis. Ik ken Ferry van bijna 50 jaar terug. We woonden allebei op het studentencomplex de Klikspaanweg. En we zaten vaak daar in de barak. Dat is de kroeg die erbij hoorde. En waar we zelf de plaatjes mochten draaien. Dat was hartstikke leuk. Daar vonden ze trouwens dat we broertjes waren. En trouwens ook Indianen, want we hadden allebei van dat ontzettende lange zwarte golvende haar. Maar ze elke keer weer kruisten onze wegen elkaar. En dat was natuurlijk echt niet gek. Ferry was namelijk overal. Hij was steeds bezig met nieuwe dingen. De Gouden Pet, wedstrijd voor straatmuzikant. Werfel spreekt vanzelf. Zijn betrokkenheid bij Cultureel Centrum De X. Het zijn allemaal activiteiten die de stad vermaak, maar ook vooral cultuur brachten. Maar het waren ook podia voor jonge mensen en voor andere kunstenaars. Uiteraard werd er ook live muziek gemaakt op de afscheidsbijeenkomst. Rigaud schreef zowel de tekst als de muziek van De Bende van Jan de Lichte. En het noodlot sloeg toe, ze werden gevangen. Op het schavot met de dood in de ogen stonden ze vier zonder angst onbewogen. De bende van Jan de Lichte nog een keer en ze zongen la 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 la. Na de bijeenkomst werd Ferry Rigaud nog één keer door de stad gereden. Op verschillende plekken vormden familie, vrienden en bekenden een erehaag. De tocht eindigde bij uitvaartcentrum Rijnhof, waar in besloten kring voor het laatst afscheid werd genomen.